Welkom terug en tof dat je weer kijkt naar de Wiskunde Academie in deze volgende video over boxplots. In de vorige video hebben we laten zien wat precies een boxplot is en hoe je deze kunt aflezen. Maar hoe ga je nu zelf een boxplot maken wanneer je bijvoorbeeld een serie waarnemingsgetallen krijgt? In deze video laten we zien hoe je dus een boxplot kunt tekenen. En we hebben dit eigenlijk in twee delen opgedeeld. Je kunt namelijk een even serie waarnemingsgetallen krijgen of een oneven serie. En in beide gevallen werkt het net even iets anders. Stel dat je in totaal 18 cijfers krijgt. 18 cijfers van bijvoorbeeld een toets. Dus die liggen standaard tussen de 1 en de 10. Nou, stel dat je hier een boxplot van wilt tekenen. Dan is het belangrijk dat je eerst getallen op volgorde van grootte zet. Handig is het om gewoon te omcirkelen welke je al gehad hebt en dan ze te noteren. Dus een 1, 2, we hebben 1, 3, 1, 4 en we hebben nog een 5. Vervolgens hebben we een flink aantal 6'en. We hebben een aantal 7's en een aantal 8'en. En nog 3 negens en vervolgens een 10. Nou, omdat het 18 cijfers zijn, betekent dat dus dat we deze rij mooi in twee even grote groepen kunnen splitsen. Namelijk twee groepen van 9. Maar dat houdt in dat het middelste getal er eigenlijk niet is. Nou, de mediaan is het middelste getal of het gemiddelde van de middelste 2 wanneer je een even aantal hebt. Dus in dit geval is de mediaan het gemiddelde van de 6 en de 7. Kortom, de mediaan is 6,5. Vervolgens, om de boxplot te tekenen, ga je ook de mediaan van de eerste helft en van de tweede helft van die rij getallen bepalen. En dit noemen we ook wat kwartiel. Nou, je ziet hier, er zijn 9 waarnemingsgetallen. Kortom, de middelste is het 5e waarnemingsgetal en dat is dus de 6. En dit noteren we ook als Q1, de mediaan van de eerste helft van de rij. Vervolgens kun je dat op dezelfde manier doen bij de tweede helft en dan zie je dus dat is de 8. En dit noemen we ook al Q3, het derde kwartiel. Namelijk ook weer het getal 8. Nou, en nu kun je de getallenlijn tekenen en de boxplot. De getallenlijn, je weet in ieder geval dat de getallen tussen 1 en 10 liggen, of tussen 2 en 10. En hierin ga je aangeven dat het laagste getal, daar zetten we een streep, en het hoogste getal, dus 2 en 10, daartussen bevindt zich de boxplot. Nou, dat zijn je uiterste waarden. Dus de boxplot geeft altijd je uiterste waarde aan. Vervolgens kun je ze rustig afgaan. Je kan starten met de mediaan of je kan ook met het eerste en het derde kwartiel starten. Nou, het derde kwartiel is 6, mediaan is 6,5 en het derde kwartiel is 8. Nou, nu is het enige nog even netjes die dingen verbinden. Je ziet hier, het is verdeeld in 4 kwarten. Het eerste en het vierde kwart, dus trek je gewoon een streep. En het tweede en het derde, dat vormt de box. De box in de boxplot. Dus die verbind je aan de bovenkanten en dat kleur je netjes in. Nou, hiermee heb je dus de boxplot getekend. Maar dit was een rij van 18 waarnemingsgetallen. Wat nu als je 17 waarnemingsgetallen hebt? Vandaar dat we de eerste 6 weglaten en dan houden we 17 waarnemingsgetallen over. Op dezelfde manier zet je ze weer op volgorde vergroten. Dus de 2e, de 3e, de 4e, de 5e. Nou, de 6e zijn een beetje afgenomen. De 7's, dan de 8e, dan hadden we nog 3 negens en ook hier weer een 10. Vervolgens heb je dus in dit geval ga je de rij splitsen in twee even grote groepen en bepaal je de mediaan. Nou, in dit geval heb je een oneven aantal waarnemingsgetallen, dus de mediaan is mooi het middelste getal, de 7. Dus mediaan is 7. Bepaal van elke helft de mediaan. Let op, dan in dit geval telt die mediaan, of dat getal wat ik omcirkeld heb als mediaan, telt niet mee. Dus je pakt alles wat je overhoudt. En dat betekent dus dat we dus de eerste 8 getallen, daar bepalen we weer de helft van en de mediaan. Kortom, we zitten dus tussen de 5 en de 6. Dus de mediaan van de eerste helft is het gemiddelde van 5 en 6. Dus Q1, het eerste kwartiel, is 5,5. En voor het laatste stuk precies op dezelfde manier. De 7 in het midden telt niet mee, maar je hebt dus 8 cijfers, 8 waarnemingsgetallen na de mediaan staan. En dat betekent dus dat we hier ook weer het gemiddelde nemen van die 8 en die 9. Kortom, het derde kwartiel is 8,5. Nou, in dit geval kunnen we ook weer hier met de getallenlijn en de boxplot tekenen. Nou, we hebben dus weer waardes tussen de 1 en 10 of tussen de 2 en de 10. En het laagste getal is een 2 en het hoogste getal is een 10. Daar is eigenlijk niet veel aan veranderd ten opzichte van net. Het enige wat veranderd is, er zijn die kwartielen en die mediaan. Nou, de kwartiel is 5,5 in dit geval. Mediaan is 7 en het derde kwartiel is 8,5. En ook op dezelfde manier kunnen we hier dus nu weer de boxplot tekenen. Het eerste en het tweede kwart door een lijn. En het tweede en het derde kwart, die middelste twee stukken, daar tekenen we
de box. En daarmee heb je de boxplot getekend. Hierbij zijn we tot een eind gekomen van het tekenen van de boxplot. En wil je meer weten, dan kun je ons altijd volgen op Twitter en liken op Facebook. Tot in de volgende video.